Goeiemorgen, meisjes. We hier nu het is een soort zinnen, maar letterkamer meer bewolking. En we hier vanmiddag ook een enkele bui. De temperatuur weer wel lekker, het weer zo'n zonnetje of 18 graden. Net zo warm natuurlijk als die uitzonderlijk warme recordwarme juster, de 22e oktober. Maar zeker net verkeerd met die temperaturen van nou. Maar ja, dus die wel een vrij stevige hudde zuidwestelijke wind in het watergebied krijgt zo'n. En ook bovenloon een windkracht 5. Die wind jouwt hem wel del, joen en vannacht. En begin dus even uit waar van joen en vannacht. We hebben joen vannacht brede opklarings en ek bewolking. En de temperatuur die bij een matige en vrij krachtige wind zakt naar zo'n 10 graden gemiddeld. De wind is zuidwestelijk en die is matig en vrij krachtig. En die houdt een letter vannacht nog wat verder del. En ja, dan geven we uit waar. Vanmorgen hebben we morgen bewolking en zonneschijn. En de temperatuur die komt te lezen om en bij de 16 graden. Het bloot droeg onder invloed van een hege drukgebied bij Italië in de buurt. Maar we zullen ook een leeg drukgebied ten westen van Frankrijk. En daar krijgen we de komende dagen mooi te doen. En dus komen we bij het fruitsjog van de komende dagen. Vreed zullen we dan bewolking en zo nodig anders even wat ruinwetter of stoorruin. En de temperatuur zijn 15, 16 graden. De zuidelijke wind die is matig ontkrachtig. Windkracht 6 in het watergebied. En ik sneun en snijn horen we dat weer te waar, vooral op snijn wordt het een weer te boel. De temperatuur nog wel om de 15 of 16 graden heen. En ja, die wind die bloot ook zuidwestelijk en stevig, matig en krachtig. Snijn kinderen in het watergebied ook een hudde winst in. Dus wat dat onbelangt, na dit noffelijke waar van de oude dagen, gaan we toch nou op naar het jestige waar wat bij deze tijd van het eerjaar. Nog een noffelijke jong verder.